En Feyenoord staat op de 14e plaats. Dat went nooit. Feyenoord 14e. Maar als dat na 34 wedstrijden nog zo is, Feyenoord 14e, dan hoeft de club in elk geval niet de Russische roulette van de na-competitie te spelen. Wat we hem afgesproken hebben is dat hij het seizoen keurig afmaakt bij Rode JC, maar dat hij vanaf begin mei technisch directeur bij Feyenoord wordt. We hebben daar uiteraard hele hoge verwachtingen van om samen met hem naast het financiële herstel ook het sportieve herstel op te pakken met elkaar. Je tekent niet zomaar bij een club, je tekent gewoon Champions League winnaar van vorig jaar en wereldkampioen van clubs van dit jaar. En nog veel belangrijker, Feyenoord kan omhoog kijken en hoeft niet meer naar beneden te kijken. En dat geeft aan dat we na de winterstop natuurlijk een totaal betere fase hebben als voor de winterstop. Voor het eerst in 10 jaar wint Roda thuis van Feyenoord.
My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. My mind holds the key. Zit erop en het is afgelopen. Voor Feyenoord gaat het seizoen als de nachtkaars uit. AZ wint weer. Wat je van binnen hebt, dat kan je niet beschrijven. Ja, dat zijn dingen, ja, dan zit het allemaal tegen. Dat je ziet dat het ook hun enorm veel pijn doet, gezien hun reactie. Hè, er wordt weinig gezien. Ja, ik heb ook mijn eigen functioneren daar ter discussie gesteld. De dag van de wraak is aangebroken in Rotterdam-Zuid. Op de dag af, een half jaar na de grootste vernedering in de clubgeschiedenis, is Feyenoord weer heel wat mand. Een eerste doelpoging van Feyenoord die er echt toe doet. Wijnaldum. Wijnaldum goed aangenomen die bal. Fenomenaal zeg. En... heeft daar wat aan? Wie heeft daar wat aan? Het is Wijnaldum. Het is 1-0 voor Feyenoord. Humor, het scandeert 10, 10, 10. En weer bij een ander met de loop. Hij maakte de schande van Eindhoven mee. Lucas Tanjos, zo jong nog. En dan al die last van 10-0. Moet het eruit.
Feyenoord heeft hier zijn ware gezicht laten zien. Feyenoord is op de goede weg. Kan zelfs Europa nog in, maar dat is even bijzaak vandaag. Het heeft een 10-0 gedropen.